Waalre wil 30 tijdelijke woningen neerzetten op het oude boerenbondterrein. Dat ligt in het bosgebied tussen Waalre en Aalst, net ten noorden van de Willy Brorderslaan. De gemeente wil samen met woningcorporatie Thuis uitzoeken of het terrein geschikt is. Op het braakliggende stuk grond moet er wel ruimte komen voor 1 of 2 persoons als meerpersoonshuishoudens. Onder meer Oekraïense vluchtelingen, statushouders en andere urgente woningzoekenden zouden er terecht moeten kunnen. Waalre kiest voor deze opzet omdat hier snel gebouwd kan worden. Maar ook op andere plekken in de gemeente wordt gekeken naar mogelijkheden voor tijdelijke en sociale woningbouw.